We've been waiting a long time for this day to get ready for building upward out of the dirt and realizing our great project. Ethylene is the building block of the chemical industry, and we are very proud to be able to do it here, right in the home of INEOS. We have a lot of our friends coming to join in the celebration of starting groundwork. We've been in the engineering shops, we've been designing, but now we get to put a shovel in the ground and start to build and realize this project. Het is een gigantische investering in euro's natuurlijk, maar ook een symbolische investering omdat het de eerste keer is dat er opnieuw een cracker wordt gebouwd in West-Europa sinds meer dan twee decennia. INEOS is eigenlijk hier ontstaan, maar blijft dus Antwerpen een heel belangrijke plek vinden. Dus we zijn zeer gelukkig vandaag om dit samen met INEOS te mogen vieren. Wel, de petrochemische cluster van Antwerpen is de tweede van de wereld, maar we weten dat de petrochemie in Europa onder druk staat ten nadele van China en Midden-Oosten, Verenigde Staten. Het is een horrorscenario momenteel, met prijzen die aan alle kanten omhoog gaan. Het feit dat dit soort investeringen kunnen doorgaan, betekent dat we voor de komende decennia die welvaart toch nog kunnen veiligstellen. Dus dat meneer Radcliffe en INEOS deze beslissing hebben genomen in Antwerpen, dat mag u gerust historisch noemen. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik denk dat dat voor de haven, voor de mensen, voor Antwerpen alleen maar goed nieuws is. Fantastisch nieuws. En wij zijn als buurtbedrijf ook heel blij daarmee. Ik ben lid van de burenraad en wij als buren, omwoners, toch altijd vragen stellen bij de uitbreiding van de chemische sector. En ik toch vandaag hoor dat het op een zeer duurzame manier gepland is. Dat we er echt ook in geloven dat in de toekomst op een goede manier zal beheerd worden.